Dag, ik ben Marinus de Poter en ik help teams om toekomstbestendig te blijven. Regelmatig krijg ik vragen over het omgaan met kansen naast het omgaan met risico's. Bij risicoanalyses wordt er doorgaans alleen gekeken naar dingen die mis kunnen gaan, fouten die gemaakt kunnen worden en ongelukken die kunnen gebeuren. Je herkent het vast vanuit je eigen praktijk. Dat kan gelukkig veel toekomstbestendiger. De toekomst is onzeker en het is uiterst zinvol om na te gaan wat er op je pad kan komen. Gebeurtenissen, omstandigheden of trends die invloed hebben op wat jouw team nastreeft. Kijken naar de toekomst gaat privé en zakelijk natuurlijk nooit alleen over negatieve zaken. Het gaat altijd over kansen en bedreigingen. Sterktes en zwakheden. Mogelijk geluk en pech. Gebrekkig uitgevoerde SWOT-analyses zijn daarom al zinvoller dan de meeste risicoanalyses. In plaats van kansen en bedreigingen te zien als afzonderlijke categorieën gebeurtenissen, is het beter om je te realiseren dat gebeurtenissen op zichzelf neutraal zijn. Waar je zelf waarde aan hecht, dat bepaalt of de effecten voor jou positief zijn of negatief. Dezelfde stijging van variabele rente betekent voor de ontvanger meer inkomsten en voor de betaler hogere rentelasten. Niet alleen bedreigingen moet je bekijken op hun mogelijke impact en de waarschijnlijkheden dat ze zullen optreden. Het geldt ook voor de kansen. Neem het inschrijven op een aanbesteding. Sommige commerciële collega's zien overal mogelijkheden en willen op elke voorbijrijdende trein springen. Maar als de waarschijnlijkheid laag is dat jullie de opdracht zullen krijgen en die opdracht draagt maar beperkt bij aan jullie resultaat, dan kun je die beter laten schieten. Het zou gewoon zonde zijn van al jullie inspanningen. Uiteindelijk worden jullie interne en externe klanten daar blij van. Neem gerust even contact op als je wilt sparren over de uitdagingen van jouw team. Ik hoor graag van je.